eng. Wil jij het geluid lekker dichtbij? Dan gewoon echt zo dicht. Er zitten van die springveertjes in en van die wiebelende dingen. En moeren zitten erin. Een zeem of zo. Papier. Behang of zo. Van die schuurpapier. Oh, een touwtje. En van die bont. Voor de rest vond ik niks. Zit wat in? En zaagsel. Een balletje. Is zo nat. Zaagsel, ja. Wat voel je allemaal? Watten. Ja. Soort wol. Stro. Iets nat. Zo, wat je in een kerststukje doet. Dat was het. Ja. Veren. Rubber. Deze dingen. Vies. Wat voel je allemaal? Rubber. Kijken, plastic, veren. Waar heb je je hand in gestoken? In een bak met veren, geloof ik. Vies. Is het vies? Ja, voor vies. Wat is het voor een ding? Het is een soort van voor iets wat in je kussen zit of zo. Maar wat is dit voor een tentoonstelling? Ja. Ik niet echt, denk kunst tentoonstelling of zo. Allemaal kunst. Wat is kunst? Ja, die bak en al die dingen daar zo. En die telefoon. En af en toe in die camera kijken. Ja, wat is vies eigenlijk. Is het vies? Ja. Oh, ja. Maar het is wel, ook weer zo grappig, maar ook zo vies. Ja? Ja. Wat was jullie verteld toen jullie hier naartoe gingen dan? Dat je naar alles dingen toe moest en alles ging bekijken, een soort tentoonstelling gewoon zo. Tentoonstelling waarvan? Van, ik ben die naam vergeten, ik weet het niet meer. Naam vergeten? Ja. Wat zei van, je? Heb je een meester of een juf? Juf. Wat zei ze? Zei van... Wanneer zei ze? 2 dagen geleden zo. En wat zei ze? Nee, vrijdag zei ze dat. Zei ze zo van, je moet altijd naar de tentoonstelling kijken. En ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Ik ben het helemaal vergeten. Ah. Nou, het is best wel leuk hier hoor. Ja? Het zomaar even kijken dit. Ja, is grappig. Je gaat naar de tentoonstelling. En dan zie je allerlei soorten dingen. Wacht op. Oké, jij loopt weer. Dus zes of van. Hard praten, hè? Zes of van. Je moet allerlei dingen bekijken. En ik had dit niet verwacht dat je hier moest zitten en dat soort dingen. Het is best wel grappig. Wat had je verwacht dan? Gewoon naar een tentoonstelling kijken, op een stoeltje zitten en blijven kijken gewoon. Gaan jullie wel vaker op naar een tentoonstelling? Ja, naar die beurs van Berlage daar ook. Oh ja? Ja, en dat soort dingen. Oké, bedankt hè. Echt, wat het, nou loopt die hard praten. De juffrouw had gezegd zo van ja, we gaan naar een soort theater waar je van alles kan zien. Maar toen vroeg ik zo van, wat is het dan? Toen zei ze zo van, echt zo van, dat moet je maar zelf bekijken. Het is nog verrassend. Toen gingen we zo nog eraan trekken en zo. En toen zei ze zo van, we moeten het toch zelf zien. En toen had ze het toch nog niet verteld. Maar ik wist wel dat we naar een soort theater zouden gaan. Want een meisje, Aisje, had gezegd dat je ding kon voelen en zo. Wat zei je dat? Een meisje, Aisje, had gezegd dat je ding kon voelen en zo. Oh ja. Ja, zo. Dus dan wist ik het wel een beetje. En is het ongeveer wat je had verwacht? Ja.
Het zijn grappige dingen hier zo. Vind je dat leuk om een uitstapje te maken? Jawel. We gaan weer vaker uitstapjes maken. Waar naartoe? Schaatsen, theaters, film. Wat vind je zwemmen. Leuker? Wat vind je leuker? Gaan schaatsen of naar een tentoonstelling van dit soort apparaten? Nou, schaatsen is best wel leuk, maar het is echt koud, dus deze is beter. Ik vind het leuker. Lieve zei dus dat we naar het theater zouden gaan. En ik dacht, nou dan gaan we in de stad. Nou loopt hij, oké. De juffrouw zei dus dat we naar het theater zouden gaan. En ik dacht dus naar het theater waar je moet zitten op stoelen. Dat je dan mensen zegt balletten of zo. En dansen, alles. En dat zei ze alleen. Maar ik had van een meisje al gehoord, twee meisjes al gehoord van... ja, dan ga je in een soort kamertje of zo. En dan ga je wiebelen en zo. Dus ik dacht, dat had ik tegen juffrouw gezegd. Zegt de juffrouw, nee, ze gaat het helemaal niet. En ze zegt, nou, ik weet ook niet hoe het gaat. Nou, toen dacht ik, nou, dan moet je alleen maar zitten en zo. Nou, toen kwamen we hier, toen dacht ik, nou, moeten we nog steeds zitten? Ja, toen kwam ik in deze kamer, toen dacht ik, oh, wat leuk. Ja. Wat vind je leuk aan? De geluiden en zo. Alles vind ik leuk. Maar ik heb nu alleen nog maar één kamer gezien, dus dat weet ik er nog niet echt. Wat vind je het leukst op school om te doen? Taal. Taal? Ja, maar ben ik ook de beste voor school. Oh ja? In, ja. Die hebben het beste van de hele school? Ja. Ik heb het hoogste boek. Oh ja? Ja. En muziek, heb je dat ook op school? We hadden het, maar nu niet meer. Vind je dat leuk muziek? Jawel. Vind ik wel leuk. Ja. Alle soorten muziek eigenlijk wel. Ja. Alleen klassieke muziek vind ik niet zo leuk. En wat is jouw poppie doel? Denk hoor. Ja, van alles is het eigenlijk. Nou, ik vind Elvis Presley wel leuk. Wie? Elvis Presley, dat vind ik ook wel leuk. En nou, ik ga voor rock and roll, vind ik ook heel leuk. En R&B vind ik ook heel leuk. En zulke muziek eigenlijk, van alles eigenlijk. Een beetje door elkaar. Dat vind ik wel leuk. Eigenlijk. Je kan muziek maken. Bijvoorbeeld wel. Nou, niet zo lachen, serieus. Ik ga mijn naam intypen. Hoe werkt dit ding? Moet je op de toetsen maar van... Maar jij bent niet in beeld, dan moet jij ook even... Vertel jij het, dan moet jij even in beeld. Het zijn toetsen van een... Dan ben je nog niet in beeld, wacht. Ja, vertel maar. Het is een toetsenbord van een computer. Ja. Als je erop drukt, hoor je allemaal van die geluiden. Hoe werkt dat, dit? Nou, je drukt op een toets. Ja. Dan hoor je bijvoorbeeld dit. Of doe je dit. Dan hoor je allemaal geluiden en zo. Hebben jullie op school ook computers? Ja, maar die maken niet zulke geluiden. We hebben heel veel computers op school. Iedere klas heeft één computer. Ja. En wij hebben een printer erbij. En die andere klassen niet. Ja, dat is wel leuk. Maar ik ga nooit met die printer. Gebeurt er ook iets als je die telefoon oppakt? Nee. Huh? Nee. Ik hoor niks. Sprak je nou? Ja, wacht even. Deze werken niet. Oké. Moet het rare geluiden? Nee hoor. Niet allemaal. Het is volgens mij niet deze. Nee, ik heb geen brandon. Zou je hier ook een concert mee kunnen geven? Ja, dit is een stem. Nee hoor. En een nikkel.
Rendon. Probeer eens echt muziek te maken hiermee. Nee, het zijn te lange geluiden. Wat was dat erin? We moeten de telefoon doen. Ja. Het zijn te lange geluiden. Ik schrik me rug. Wat was dat de telefoon? Met sommige, het zijn sommige gaan verschillend. En het zijn te lange geluiden, dus ik kan het een beetje verlies niet maken. Welke is het? Hallo. Hoe vinden jullie deze geluiden hier? Leuk, zo Nee, maar het is op deze toetsen. Zeg eens wat, hallo. Hallo, kijk. Wie is dat, denk je? Hallo, kijk. Niet zo. Oh, abra. Hoe ben je mee? Spuug op poppelen. Dus als je dit opneemt en dan druk ik de knoppen, krijg je heel ander geluid. Er zit iemand daar. Dat is raar. Luister, moet je luisteren. Hallo, zeg eens wat. Hallo. Parlei bij die mrooi. Godverdomme. De baby een beetje beweegt. En beweegt ook het beeld. Maar je krijgt tegenover. Kijk, ik ben dat. Ja, dat vind ik niks. En hij heeft ook microfoontjes in zijn oren. Dus als je wat in zijn oren zegt. Ja, dit is je staat in je beeld. Hallo. Die zo oorpleuren. Wat doet die oor dan? Hier. Nee man. Wat doet die oor dan? Jij gaat weg. Moet je praten maar. Moet huilen. Je krijgt een echo. Zie die echo? Haha. Oh, dat heeft allemaal met de geluiden te maken die erop zitten. Is een echo, kijk maar. Kijk, want oren, daar kan je het ermee horen en dan hoor je die echo toch. Grappig. Het is een penis knap. Knapje. Sorry, je wordt echt andere kleuren. Maar kijk, in zijn oog zit die mens. Waar is die hond dan? Hoe werkt dat, denk je? Denk magnetisch door het draad. Magnetisch. Ja, door het draad. Magnetisch door de draad? Nee, ja, dan komt er een magnetische schok doorheen en dan gaat het naar het beeld toe. Er zit wat in het hoofd. Ja. Kijk nou. Nee, zit hier ergens iets in die buik, een soort magneet of zo? Of van achteren. Of een soort chip of zo. Kijk dat. Gaat daar hier erin. Zou zitten. Zou jij dat ook kunnen maken, zoiets? Nee, denk het niet. Nee, dan moet je eerst zo'n televisie hebben en zo'n poep. Hier is het opengemaakt. En je moet weten hoe je het moet maken. Ja. Oh, hij heeft geen richting in ondergaan. Is dat moeilijk, denk je, om zoiets te maken? Ja, denk want je moet het helemaal open knippen. En als je in een museum bent, moet het. Zo. Poink. Nee. Kijk, het draait. Dat het beeld draait. Ja. Wie is een man die dat? Volgens mij is het een man.
het in. Het is een soort beeld dat er tegenaan komt. Nee, hun geluid. Wat meisje? Kunnen wij geluiden maken en dan hoor je inderdaad zo. Hallo! Ja, kijk, misschien helpt het ook. Ik heb het oog. Hè? Dat is mijn mond. Elke keer zie ik mijn mond, dan zie je hem. Ze nemen gewoon jouw oog. Kijk, zit hier een soort. Kijk soort je neus, kijk je neus. Hallo! Nee. Ja, kijk, kijk, kijk. Ja. Is een soort. Is een soort hey. Microfoontje, hoi! Hey. Ja, je hoort het. Ja. Wat gebeurt er nou precies als je met het apparaat werkt? Dan als je hierin schreeuwt. Je maakt dus hierin. Dan gaat het daar ergens. Gaat het daar ergens heen. Op het beeld gaat het je naspreken. Wacht, leg nog eens even uit. Nee. Wacht, ik ga nog even iets naar achter. Kijk daar. Kijk, ja, dan daar leg je even uit hoe dat werkt. Kijk, als je hier. Camera daar. Ja. Als je hierin. Is in schreeuwt of zo, of praat, boert zelf. Nee, het is een camera. Dan krijg je daarop. Dan gaat het je daarop napraten. Het is een Chinees. Het is een Chinees. Hoi! Hey. Ik had het net wel, kreeg ik het later het geluid. Hoe je nog steeds niet? En wat nog meer? En ja, als je overal niet knijpt, krijg je. Krijg je allerlei geluiden. Nou, dat is een grappige. Zie jij zitten. Wat zo snel. Poenie. Zeg het. Poenie. Achter in dat poppetje. Daarin dat we pop zitten, zit zo'n draadje van het microfoontje in de rug. Kijk maar. Peace, man. Peace. Is gehecht. Zou je zelf ook zo'n popje hebben? Ja, dat is die baby. Je moet iets in zijn oren. Je moet je mond open. Ja, als je het zelf maakt, hoor. Zou je zelf ook zo'n pop willen hebben? Zo. Ik wel. Ja, het is wel grappig. Het is grappig. Maar je moet wel weten hoe het werkt, want nu weet je nog. Je hebt het net pas gezien. Er zit dus een zendertje in dat oog. Ja, kijk maar. Als je zijn ogen. Ja, moet toch gemaakt worden soms, ja. Heb je zelf ook poppen? Nee, niet meer. Ik heb wel. Ik heb alleen maar van de knuffelwereld op mijn bed. Toen hebben ze niks. En muziekinstrumenten, hebben jullie die thuis? Ja. Ja. Ik. Wat voor muziekinstrumenten? Ik heb een drum. Jij? Gitaar gehad. Mini keyboard. Want die leeft niet meer. Dus jullie maken wel vaak muziek zelf? Ja. Soms. Maar ik luister meestal naar muziek. Ja. Ik ook. Wat voor muziek luister je dan? R&B. Rap soms. Naar rap luister ik soms naar. Gewoon soul. Maakt niks uit. Naar Wu-Tang. Om het zo even snel te zeggen. En kun je een stukje van zo'n R&B liedje zingen? Nee. Zing gewoon. Misschien kan hè. Jij wel hè? Ja. Doe eens. Nee, ik zing vals. Nee, dat is heel mooi. Brendan, zing jij eens. Nee. Want in de klas zing je toch ook al? Ja, zing gewoon. Ja, maar dan zeg je dat ik vals zing toch? Nee, grapje. Grapje, ja. Dan moet ik hem nu gaan zingen omdat je grapje maakt. Moet je even op die stoel zitten en dan even zingen. Ja, en even zingen. Nee, ik ga niet zingen. Ja, wel even. Zing Brendan. Nee, we eventjes op. Nee. Dan moet ik zingen. Wat zing je altijd in de klas? Ik vind het liedje van Alia. Of die van Missy Alia. In de camera kijken, oké? Okay. Even kijken. Nee man, ik schaam me. Nee, dat is heel goed. Oké, okay, even kijken. Ja, zit jij maar met die pop dan? Moet ik die pop dan? Ja, ga jij die pop dan vast? Even kijken. Ik durf het eigenlijk al. Jawel, kom op. Doe je ogen dicht en zing. Oh boy, won't you pick me up? Better quack, quack, tell from the end. Tell me low key.
If you tell the words, don't sleep, you know that we'll be klaar. Weeg die ballen. Oh, de bal maakt het hoger. Je telefoon op, misschien kan ik het vertellen. Wat allemaal gebeurt. Nou, je drukt op een knopje. Zoals dit. Je draait het rond, dat balletje. Je voelt soort trillingen. Ja? Volgens mij moet je ook nog met je hoofd er tegenaan, achter. Ja. Ah, lekker. Ja. Veel verder. En dan, en dan draai je aan die bal. En dan hoor je elke keer andere geluiden. Door die bal gaat het steeds hoog, laag. Of je moet het, dat kan je zelf beslissen. Nou, met die geluiden bijvoorbeeld, als het heel zwaar wordt, dan gaat die stoel trillen. Ja, gaat die stoel gaan trillen. Oké. Eigenlijk. Wat denk je? Wat is het? Het is een... Het is een soort ding waar je muziek door kan luisteren. En met een soort joystick. Ja. En dan kan je gewoon op allerlei knopjes drukken. En door die bal, wat zij al zei, dat je hoger kan maken, dat soort dingen. Oké, doen. Doen. Ja. Zonder die microfoon moet je het doen. Ja. Van mijn hoofdtelefoon. Nou, wij gaan even door. Oké. Ja. En vertel even wat je voelt. Kop naar achter, geef die hoofdsteun aan. En? Die stoel trilt helemaal. Ja. En het lijkt net alsof je in een auto zit als je het start. En door die bal gaat het weer weg. Die trilling is weg en dan weer weg en dan weer terug. Rugmassage. Oh. Leuk? Ja, is grappig. Je krijgt helemaal in je oren zo. Ja, trillingen. Als je praat over vormtjes. Doe nog. Hallo! Kijk hoe mooi ik ben. En je komt er. Ah! Yeah. This one.
die dat ik ben. Jullie gaan gewoon door, hè? Ja. En dan moet je ook een beetje dansen, want als je danst, is het nog mooier. Ik moet dansen. Yeah.
trek eens duidelijk aan een touw. Ja, dan moeten we eerst even vragen, denk ik. Ja. Wat is het? Hoe gaat het? Moet je even uitproberen. Moet je dit openmaken? Wat denk je dat dit is? Een pop. Wat voor een pop? Dode pop. Dode pop. Ik maak hem dood nu. Doe! Een dode pop die geluid maakt. Nee, niet. Is mijn kind schoon? Toch? Wow. Als je aan die pop zit, dan gebeurt er iets op de tv-scherm. Dan moet je eens even opletten. Vertel eens wat je op het scherm ziet. Wat gebeurt er als je eraan zit? Zit een vrouw die pip, pip, pip. Hoort je het niet? Ja, wat zie je allemaal op het scherm? Een beetje groen. Half groen en half blank. Dat moet je wel. We masseren. Helemaal niet met jou. Hé, man. Je mag even. Hey, stil jullie eens daar, we maken opnames. Waarom zie je dit alleen? Doe hoor. Ik heb alles al gedaan. Met die dieren als je die stoel hebt, die is leuk. Doet het niet, ik zie mijn eigen niet. Ik ga blind worden zo. Wat gebeurt er eigenlijk? Kijk mij zijn hoor. Nee, dit moet in. Hoe vind je dit? Geheimen. Dat is een hart. Wat gebeurt er allemaal als je daar... Ik zie nou mijn eigen. Nu zie ik mijn eigen. Oh, dat moet ik even opnemen hoor. Mag ik gewoon weer knopjes drukken? Wat zit het eigenlijk? Hij doet het niet. Kijk mijn tweede gezicht. Hier is toch een knopje hier al? Nee, dat doet het niet. Hij gaat heel goed zo. Wat gebeurt er met dit eigenlijk, met deze opnames? Het kan op televisie. Op de gewoon echte? De echte televisie. Op welk net? Dat weten we nog niet. Hoe geinig. Hey, kijk wat draaien. Lief zo'n pop. Geinig. Een beetje door hoe het werkt. Huh? Een beetje door hoe het werkt. Ik hoor het niet goed. Heb je een beetje door hoe het werkt? Ja. Hoe werkt het dan? Gewoon, ja, de knopjes, zo, dan krijg je beelden te zien. En bijvoorbeeld als je op zijn buik drukt, kun je zijn hart zien. Maar soms doet hij het niet goed. Het is best moeilijk om in te drukken en je kan je eigen laten draaien en zo.
En een soort hart of zo zie je steeds een vrouw. Dan denk ik dat hij slaapt of zo. Heel raar. En nou komt die baby tevoorschijn. Heel geinig. Is het een jongen of een meisje? Wacht even hoor. Nee, man. Dan moet je nog maar even vragen. Hallo. Zeg dan. Dan moet je dan niet mee. Wat denk je, is het een jongetje of een meisje? Jongetje. Een jongetje. Waarom denk je dat? Omdat ik het voel. En het is een Chinees. Oké, we gaan naar beneden. Ik wou nog even. Vind je het fijn zo, Paul? Ja. Heb je zelf ook poppen thuis? Ja, graag. Ja. Maar niet zo'n pop. Nee, babyborn. Babyborn? Ja. Is het nou speelgoed of een instrument, denk je? Instrument. Sorry hoor, we moeten echt wel weg van de volgende beneden. Stil zijn en opname, het gordijn dicht. In die wieg ligt een baby, die moet je eens pakken. Nee, ik ben straks daar al. Het
gebeurt er dan nu? Neem hem nog maar even op schoot. Jullie moeten even goed. Geef maar even aan hem. Doe weg. En dan moet je, als je ergens in gaat knijpen of zo, gebeurt er iets. Is het tenen? Dus dan gaat het zo meteen samen goed. Ja, is hard. We zitten in een buik. Ja, mag ik nu? Niet zo kijken. Oh, jullie zitten al in drie in een buik. Drielingen. Mooi dit beeld. Nee, teen nog eens een keer, hé. Hey. Is het teen? Dan hebben ze teen. Maar heb je ergens anders dan? Tegenaan doen een beetje, geloof ik. Naar achter. Wat? Ja, je moet ook nog naar achter. Zo ja. Hoe warm is die? Ik heb het helemaal niet. Zo warm is die. Dat is keihard. Oh, je wordt opgenomen, denk ik. Ja, komt op televisie. Kom op televisie. Kom op televisie. Stil. Ja. Stil. Ik heb met die bus opgenomen. Anders heb ik altijd gepraat op mijn opname, dat kan natuurlijk niet, hè? Dus echt even allemaal je mond in. Als je televisie kijkt, hoor je ook niet de hele tijd iedereen zeggen, kom ik op tv. Want anders kunnen we het niet uitzenden, dat kan alleen als jullie helemaal stil zijn. Wat je allemaal voelt en wat er allemaal gebeurt, ja? Muziek. Borren. Nog meer muziek. Hakken.
Trilt er ook wat? Hè? Trilt het ook? Hè? Trilt het? Ja. Vertel het dan. Waar? De bank. Waar lijkt het op? Niet. Wat is het voor een ding? Een soort autootje. Is het leuk? Ja. Waarom? Het is leuk gewoon. Waarom? Omdat hij bubbert. Ja, dan gaan we dat ook even filmen. Wacht even, blijf even swingen nog jij, hè? Ourselves in front of everybody to say we're not as bad as mine. Bonus. Really, we got something. Look, we're starting to find the magic in it. We started realizing that all the mathematicians get into it. Oh, that's an interesting point. See, because when we're saying downhill, there's another a really low point in the 60s and 70s, 50s even. There was actually
12 jugglers left in the whole world. They almost all disappeared like some weirdo dinosaur. Because there was no jugglers left, and it was people at MIT. No joke. There was almost no professional jugglers left, and it was artificial intelligence people. In MIT, they started juggling again. So now it's getting really rough because, like, with all the computer nerds and stuff, now the minds are getting really close. They're going faster. And so they say, look, we got to find something really good in it. So what they started doing is, like, they started saying, like, look, we're going to get all these math. Look how great juggling is because they show all these different mathematical structures. Okay? We go up, we throw. Okay, we started to find out that you could actually calculate how many objects you could do, one person could do, what he needed to do to be able to do it. Okay, we started to create all these different ideas around our being object-driven. Like, for example, they started asking these questions like, you know, how many can you juggle? And there's a Russian guy called Sergei Ivanov that can juggle 13 rings. Or there's an American guy called Anthony Gatto that can juggle 5 clubs for 45 minutes. But there's limits, we know that now. And what happens, we also know that we can't juggle any more than 13. Because we can't move our arms fast enough to keep everything up. Physically, it's impossible, we can't throw high enough. Or if we want to do more than 13 objects, we got to figure out some other way because we can't even hold that many in our hands. You split them up 7 to 6. Or if we want to do 15, we're going to have to do 7 and 8. Oh my God. We're never going to be able to do that, so the objects have to get smaller and smaller. But if they get smaller, we can't throw high enough to control them. That's something that we're doing. We're actually controlling. We have to control an object because we've got to reduce ourselves more and more, and this object vividness has gotten so reduced to arm-pumping kind of machines that one day, 15 years ago, judges just went, stop. There's got to be something else. But we found our limits. We found all our limits. We can't juggle more than 13. We can't juggle everything in the world because we can't lift everything. And so we're limited to what we can lift, and we're limited to how many we can hold in our hands. So there's got to be something else to do. And 15 years ago, there was a man called Michael Moshin in America who said there's got to be another way to do it because we were stuck in this idea of throwing and catching and throwing and catching and throwing and catching. One day he said, well, what if I didn't throw? Oh my God. I'm not juggling then. he said, so what? And he spent months and months in by himself. And he invented a new line of juggling. It's called contact juggling. Where actually, I can't do it. It's so freaking hard. The ball actually never leaves his skin, ever, ever. You can roll it here. You can roll it up here. You can put it here. You can put it here. And it's beautiful. And then it flows. It's absolutely amazing. And the ball never, ever leaves his skin. And people said, maybe we can juggle something else, or maybe we can juggle differently. And everything started to shift slowly, not so much in America, because Michael Moshin, there's probably 5 or 6 people in America now, Michael Moshin, Andrew Allen, Alan Jacobs, Air Jazz, there might be 6 or 7 people that actually approach juggling this way. It's taken on a lot more in Europe now. That it's not the juggling that's important, it's the juggler. We've finally gotten ourselves back into that somehow. And that we're working on how to train somebody to be a good juggler. But they had to redefine his role as far as these objects were concerned because it's too easy to have everyone be amazed at what we're doing and we disappear. Like if we're doing 13 objects, we can't even do them here. But they're so high that no one even looks at us anymore. And if we drop, everyone gets mad because we dropped these objects that they respect so much. And we have this really hard responsibility for ourselves. We had to get ourselves back in somehow to revalorize ourselves as a juggler. And we decided then that it was the law of nature that saved us because it was God, one that said that an object at rest will stay at rest, an object in motion will stay at motion when you can stay stuck moving. So watch what happens. Hey, Mr. Ball, what do you want to do today? Nothing, clown. Say, I'm going to come in and watch. And we start all over again. We're back to the mini miracle again.
and start it all over again. But this time, instead of the object point of view, we're going to go from the judge's point of view. That I become an outside force now. Because it's not God anymore telling me to do this, so I don't want to go out on tigers. It's me that says, as an artist, I want to exist through this object. And it's my communication with this object and how I work with it that's going to give me a means of touching the people that are sitting out in front of me. So we started working on the juggler and not the juggler. Okay? So we had to find new ways of approaching juggling. We had to find new ways of defining. We had to find new ways of giving ourselves new boundaries that weren't just the physical boundaries of how many we can hang in or hold in our hands or how high we can throw or how fast we can pump our arms. We had to give ourselves other boundaries that are on the sides maybe. And it was our way of playing with these boundaries we gave and got really close to them. And, you know, tried to go over something, I stuck our foot out. That we were creative and became different jugglers we have now. And this is the whole new, how do you say, the whole new movement of juggling that's being done in Europe now. You can interrupt me if you want. I'm not sure. You have any questions? Go on. Oh my God. Okay. So then what happened was, well, see, it's funny because we started to approach it not as things that we had to throw.